kijken. Hetzelfde wat jij doet eigenlijk, een beetje. Ja, inderdaad. Lachen hoor. Ja, de film heet Wild Port of Europe. Dus, ik ga op zoek op internet. Yes, helemaal goed. Is het ook op YouTube? Nee, ja, we zijn nu al 2 jaar aan het draaien, maar hij komt eind volgend jaar ook zoiets uit. Dus nog genoeg te doen, zeg maar. Ja, het is... er is van alles gaande. Ja, hè? Ja, genoeg. Maar ook in de... In de nieuwe Maas, weet je wel. Oké. Offshore en noem maar op. Mm. Die neem ik af en toe ook even erbij, weet je wel. Want u bent vooral gericht op de natuurhaven of meer de... Ook natuur. Ook, natuur. Ook de natuur. Ja. Ik heb die hooglanders, maar ook die halsbandparkieten, weet je wel, die papegaaitjes. Oh, ja. Ja. Kijk, en dit is ook een apart schip hier hoor. En... Dit komt vanavond allemaal op YouTube, wat ik nu film. Dit is een heel apart schip ook, hè? Somtrans. Somtrans 28. Gas. Dit is gas. LPG. En ik denk dat er een grote boot aankomt, ik hoor een bel rinkelen. Ja. Nou, er is hier van alles gaande hier. Het is een widescreen hier. Widescreen? Ja, een reality show. Oh, zo. Ja, dat is wel, hè. Ja, er is altijd wel wat gaande. Het is wel mooi om te zien. Maar... Hier verveel je nooit. Nee, zeker niet. Hier verveel je echt nooit. Nee, dat is echt genoeg. Als je 2 jaar aan het filmen bent, dan nog steeds niet alles. Ja, maar ik ga altijd maar een half uurtje. Dan vind ik het wel genoeg geweest. Ja, maar ik heb zoveel leuke contacten met die binnenvaart ook. Met die schippers die zien het allemaal natuurlijk. En die kapitein. Ja. En die jongens die erop werken. Die vinden dat ook interessant. Want die film ik ook mee, die lopen vaak op die dekken. Ja. Maar dan heb je ook nog die duwschepen. Hmm. Er zitten 6 van die bakken, weet je wel. Dat is spectaculair, hoor. Ja, juist. Die zijn ontzettend sterk. Die hebben 3 keer 1850 pk. Ja. Sommigen zelfs 3 keer 2000. Ja, dat moet ook wel, want die moeten flink wat te duwen hebben. Die hebben heel wat te duwen. Ja. Allemaal steenkool en ijzerets. Mm. Dat gaat allemaal naar Duisburg. Duisburg. Bij Thyssen. Ja. Thyssen Kroeps. Staalfabrieken en zo. Okay. Baron, nee, niet eten. Maar dat is een mooi cameraatje. Kun je veel mee doen, hè? Ja, dat is heel fijn. Heel divers. Ja, deze kan je dus niet zoveel meer doen. Ja, een filtertje zie ik, dat is altijd wel prettig. Wat zeg je? Wel zo'n ND-filtertje zie ik, dat is altijd wel prettig. Ja, zo'n polarisatiefilter. Oh, ook nog. Ja. Dit is een polarisatiefilter. Ja, ja, nu zie je het niet zo erg. Als de zon schijnt, is het mooi. Ja, dan krijg je die schittering anders in het water. Ook dat, en de lucht wordt mooi blauw. Oh ja. Ja, en het beschermt ook je lens van je... Ook dat, ja, dat is altijd wel fijn inderdaad. Nee, zo'n polarisatiefilter is echt mooi. Ja. Vooral bij wat je zegt, met het water. Ja. Als de zon erop staat, schittert het heel erg. Ja, ja, als je nu die kant op zou filmen, dan zou je het wel mooi zijn. Maar ook als je bijvoorbeeld een schip voorbij ziet komen en de zon staat op die ramen. Oh, ja. Dan kan je er niet in kijken. Met die filter wel. Dan wel, ja, bijzonder, hè. Ja, mooi. In hoeverre zit je nu ongeveer te filmen? Ook zo, nog wel best dichtbij. Ja, dat is een leuk cameraatje. Ja, dat is wel lachend, hè? 30 keer zie je. Niet echt. Ja, en het blijft scherp. Mooi is dat. Ik had hiervoor een ander model, iets kleiner, hè? Mm-hmm. Ja, die was ook geweldig, hoor, die 635. Mm-hmm. Deze lens is ook zoveel keer kardanisch opgehangen. Oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk geen statief meer nodig. Oh, zo. Mm. Een 5-assige stabilisatie. Zoiets 5-assig, ja. Ja, mooi is dat, hè? Ik denk dat neemt deze niet, helaas. Nee, ja, dan moet je hem wel heel goed vasthouden. Ja, klopt. Maar Sony staat er bekend om die dingen. En het heeft een Zeiss lens, weet je wel. Oh ja, ja, dat zijn mooie dingen. Ja, ik heb zelf een Sony A7 Mark III thuis, een speciaal B-camera. Dat is wel een mooi ding. Zo. Ja, ik... voor dit soort werk wat ik doe op YouTube...
dit is perfect. Ja, is ideaal. Perfect. Heel compact en inderdaad een flinke zoom, dat verbaast me nog. En je hebt nog een type, dus de A43, je hebt ook de 53. Mm-hmm. En die heeft zo'n oculair erop, weet je wel. Oh ja. Maar dat gebruik ik nooit, dat gebruik ik niet, weet je wel. Die is precies hetzelfde als deze, maar... Maar dan met een viewfinder. Ja, en die kost eigenlijk hetzelfde, maar... Oké. Okay. En... Maar ik heb toch maar deze genomen, dan, want die gebruikt het niet. Nee, zijn schermpje is ook altijd wel prettig en dat kan prima opzien. Je zet dat ding op je knie zo. Ja. En dat is feitelijk al een soort statief eigenlijk. Ja, precies. Ja, maar je moet maar kijken als je die filmpjes van mij ziet. Ja, ik zal eens kijken inderdaad. Ik heb een heleboel recensies uit India, Indonesië, China. Het gaat heel de wereld over, YouTube. Internationaal inderdaad. YouTube gaat heel de wereld over, ja, natuurlijk. En er staat Hoogvliet Rotterdam. Niemand wist waar Hoogvliet lag. Nu wel. U heeft het op de kaart gebracht. Ja, dat wel. Ja, moeten we maar eens kijken. Wildport of Europe, dat is de naam van de film. Daar staat de trailer onder. Zeg het nog eens. Wildport of Europe. Wildport. Of Europe, yes. Is het, ja, het is ook een beetje wild eigenlijk. Het is een wilde haven, vooral als je gaat letten op de dieren en alles. Het is onwijs biodivers, eigenlijk nog biodiverser dan bijvoorbeeld... Ik zou je vertellen, hier lopen ook reeën rond. Ja, bizar hè? Echt, verwachten mensen niet, maar ze zitten er wel. En ook op het Ouwelandse Park, het Valkensteinse Bos ook. Ja. Overdag zie je ze niet. Nee, mooi. Ja. Maar daar vroeg ik aan iemand, waar slapen die dieren? Mm. En nou... blijkt dat ze op de begraafplaats slapen, want daar worden ze met rust gelaten. Ah, er lopen geen honden. Kijk, ja. Wat een grappig. Die beesten zijn slim. Ja, die hebben dat door waarschijnlijk. Want die honden die lopen daar overal, behalve op de begraafplaats. Ah ja. Plus het wordt mooi onderhouden daar natuurlijk. Ook dat. Wel een mooi gezicht. Het is het Ouwelandse Park, weet je wel, daar. Oké, ja. Wow. En jij bent ook uit Hoogvliet? Nee, helemaal niet eigenlijk. Maar het Gouda daar heb ik niet. Maar daar ben ik geboren vroeger. Oh echt? Wat grappig. Nee, dit is vanuit werk, zeg maar. Burgemeester Martensingel, ik weet niet of je dat weet. Nee, ik woon in Moordrecht daarnaast, zeg maar. Dus, daar heb ik mijn tante wonen. Die had die winkel Siam, kan je nog herinneren? Vlak bij de kerk. Met die bijouterie. Ja, daar staan we wel iets van bij, inderdaad. Die winkel die is er nog eigenlijk, die wordt nou weer verhuurd, geloof ik. Oh, oké. Okay. Zij had die bijouteriezaak toen. Hij is inderdaad een motorbrug. Ja, er komt een grote. Ik denk dat er een grote boot aan komt. Denk het. Die gaat ook open, die kant, zie. Dat hoor je ook volgens mij. Ja. Ja, het is een mooi stuk zo, met industrie in de achtergrond. Ja, dat is heel mooi. En ook, het is iedere keer anders met de luchten erbij, ja, weet je wel. Klopt, zeker. En soms is het ook niet zo helder hier hoor. Mm. Maar nu vandaag gaat het wel. Ja, er hangt een beetje zo'n nevel boven het water. Dat vind ik altijd ook wel mooi. Juist. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Dat is ook mooi. Ja, filmen, ik vind fotograferen niet zo leuk. Nee, ik hou ook meer van bewegende beelden. Ja, hè? Ja, goed, zeker. Ik kan het net wat meer tot leven brengen. Van het idee. De kleuren zijn mooi en ja. Tegenwoordig met die schermen. Ja, zeker. Weet je wel. Ja, dit is ook wel fijn. Dit is een recorder, zeg maar. Dan krijg je... beeld dat hieruit komt dan hierop te staan en dan kun je dat weer via een hogere resolutie opnemen als het ware. Dus dat is wel een mooi spul. Dat is steeds gekker die tijd. Ja, die heeft meer mogelijkheden, hè? Die, hè? Ja. Ja, dit is meer ook voor zeg maar wildlife, dus ook voor het lange telelenswerk en zo. Maar dat moet je wel echt vanuit het stief. Maar ja, dat kan in principe met deze ook. Ja, ik zie het, die zoom is echt... Maar het is, dat ding is zo stabiel. Ja, mooi is dat. Ik kan praten met jou en alles. Je ziet geen trillingen. Bizar, ja. En hij blijft scherp, ook op die afstanden. Ja? Ja. Maar je moet maar kijken. Ja, ik ben vanaf zo'n beetje 4000 ben ik begonnen met deze. Okay. En ik zit nu op 4500, dus de laatste 500 films. Zie? Bizar.